Hallo en welkom allemaal bij NL Magazine Going to the Movies. Mijn naam is Patrick van der Wijk en naast mij zit zoals altijd Maurits Jarrout. Ja, klopt, ik wou zeggen. Heel goed, ja, we're twisting it up. Een beetje sneller. Ja, we hebben bekeken. Tomb Raider. Ja, Lara Croft. Hoop kreun. Ja. Kreunfilmpje. Met een klein meisje wat veel een kreun is, vond ik het. Ja. Dat viel me echt op van, nou, een kleine meisje vlongen. Dat is een beetje tennissen. Ja, elke exercitie van kracht, dat moest er even uit. Ja, maar het was toch een kleiner meisje dan de originele. Klein tenger meisje. Ja. Wel behoorlijk afgetraind, vond ik het. Dat wel, maar Jezus. Als je vergelijkt met, weet je nou, met Angelina Jolie. Ja, Angelina Jolie is natuurlijk die was een hele andere film. Ja, die was veel serieuzer ook, vond ik ook. Ik vond deze ook deze origin story vond ik wat serieuzer dan die andere. Ja, en dat vond ik op zich wel leuk. Want, ik ook. Past ook bij de tijd, hè, nu. Ja. Dus wat dat betreft. Ik vond het meevallen. Kijk, er zat natuurlijk, ik zeg wel, het is wel Indiana Jones meets James Bond. Dat klopt. Is wel een beetje wat je... Is niet heel zien. Slecht. Niet slecht, nee. Ze hebben, kan beter goed stelen dan slecht verzinnen. Ik had een paar momenten in de film dat ik dacht van, als dit nou Indiana Jones zou zijn, deze film. En dan laten we even weg dat er vader weg is, al het soebegrijpig gelul. Maar gewoon Indiana Jones in een museum. Zijn vriend komt met een geheime organisatie, die heet Trinity. Die wat allemaal rare dingen doen. En het is allemaal mysterieus en is een eiland ergens. En Indy gaat er achteraan. Ja. Dat had. En dan voor de rest gewoon het verhaal zo laten. Ja. Dat had best een hele goede, aardige Indiana Jones. Dat had een betere vier geweest dan die. Had een betere vier geweest. Dan de Nee, dat zeker. Dus, maar goed, dus niet dat we tegen vrouwen zijn. Nee, ik vond het juist wel leuk. Maar het leek gewoon heel erg Indiana Jones. Ja. Nee, maar ze voerden het wel goed uit. Dus. Ja. En wat ik heel sterk vond, van de opening met die fietsscènes, die vond ik heel leuk. Ja, dat is goed opgebouwd. Ja. Je zag eigenlijk wel dat ze wilden dus niet rijk zijn. Dus er was een fietscourier en daar was een spel gekoppeld voor. Ja, dat hebben ze leuk gedaan. Ja. Dat was echt klopt. Een goede actie. Was het. En niet over, ook weer niet over de top. Nee. Slim. En wat ze ook wel... Het was sowieso niet heel erg over de top. Ze wonen nog niet alle gevechten van dat soort dingen. Ze was niet super sterker dan de Nee. Ze had een beetje lucky met die ene gozer. Ik dacht, nou, dat vond ik wel apart. Ze wordt ook een keer zwaar gewond. Klopt, ja, dat is een behoorlijke scherf in de... Nee, dat is toch een pittige jongen. Ja, normaal bloed je toch wel redelijk dood. Ja. Nu niet. Dus dat was, maar het was wel, sommige dingen waren natuurlijk wel weer te voorspellen. Ja, natuurlijk. Dus dat de vader nog leefde. Ja, die was zuiver. Wat ik zei helemaal in de film, dacht nou... In het begin zie je haar voogd en op een gegeven moment is er een geheime organisatie en dan zitten we elkaar te kijken van... Dat is dat zij. Dat is het hoofd van. Of die wil nog wel beter maken. Ja, en dat blijkt dan ook wel weer. Blijkt dat hadden we heel snel door. Dus die hadden wel. Dus het was geen verrassende film. Nee. Het was een leuke film. Het was een leuke film. Ja. Het was een leuke film om te kijken. We hadden alle twee niet zoveel van verwacht. Nee, klopt. Eigenlijk helemaal geen verwachtingspatroon. Nee. Nee, want ik dacht dat er heel veel special effects en heel veel springen zou zijn. Maar dat viel mee. Maar dat deed de trailer wel vermoeden. Dat het heel veel springen werd. Ja, dus gelukkig. Gelukkig voelt dat mee. Was de film beter dan de trailer. Wat de laatste tijd als andersom is. Ja, klopt. Dus dat. Ik vond het een leuke film en ik vind het ook echt wel de moeite waard om naar de bioscoop te gaan. Om naar de bioscoop te gaan, ja, klopt. Ja. Het was een zuiver goede origin story, vond ik. Ja, want echt, dit zit ook voor, dit kan een trilogietje worden. Ja, zeker. Je kunt niet gewoon lekker doorgaan. Dus die Trinity gewoon door laat gaan, een beetje dat Vesper van de James Bond. Ja, en als je dit niveau ook een beetje aanhouden, het hoeft niet meer zo, het hoeft niet meer zoveel van dat sport en spel van de puzzels op te lossen als Indiana Jones. Dat was even te veel, vond ik soms. Ja, maar het hoort wel bij, want het is uiteindelijk een game. En volgens mij kwam het in de game kwam het ook wel Dat klopt. Het had niet in deze hoeveelheid gehoeven van mij, zou ik zeggen. Het had ook iets minder gemogen. Ja, dat vond ik niet storend. Nee, dat vond ik wel leuk. Het mag niet te veel, vind ik, op Indiana Jones lijken. Nee, dat... Doet me te veel denken aan Indiana Jones. Dat was meer op een gegeven moment, ik snap wat je bedoelde. Toen ze door die cave heen gingen. Klopt, en toen en je moet binnen. En ik denk, Last Crusade. Last Crusade, dat kwam. Zuiver Last Crusade. Daar zaten een paar dingen. Daarom zeg ik ook, Indiana Jones meets James Bond. Het is duidelijk dat dit het was. Oké. Dus... vermakelijk. Ja. Ga kijken ook. Ja, vind ik leuk om naartoe te gaan. Zeker weten. Ik geef hem een 7,5. Ga ik helemaal in mee. 7,5. Ja. Ga ik helemaal in mee. Dat is helemaal goed. Ik een mooi... Ja. Ook voor die jonge kinderen zag ik wat die erbij zitten. Ook jonger. Tienertjes, die vonden het hartstikke leuk. Dat zag ik gewoon. Dus ga lekker kijken en tot de volgende keer. Prima. Doeg. Ziens.